Wie was dit ook weer? Nee, ik ben niet echt mooi. Ja, dat weten we. Het is tijd om... Staat je goed, die koffer? Ja, is een mooie koffer. Ten eerste heb ik heel erg leuk nieuws. Ik ben namelijk een podcast begonnen. Maar nou, niet normaal. Ik begin helemaal te trillen en ik voel me super raar. Ik sta nu in de Polvoron winkel. Een nieuw koffiezetapparaat. Maar Toon ziet er zo goed uit vandaag. Mag ik dat even zeggen over mijn eigen vriend, oké? Dus, heel lang verhaal. Dus ja, vandaar. Het is tijd voor een naked shop vlogje. De linkjes vinden jullie zoals gewoonlijk weer hieronder in de omschrijving met de maten erbij. En dit is de eerste. Een hele goede morgen en welkom bij weer een gloednieuwe weekvlog vanuit Amsterdam. Ik ben op bezoek bij mijn oma en ik weet niet of ik jullie het huisje hier wel eens heb laten zien. Zo niet, dan ga ik zo even een toertje geven. We gaan aan de lunch beginnen. Ik heb hier een heerlijk broodje met een slaatje en een kaasje. En het is hartstikke gezellig, dus ik neem jullie weer mee. Ik ga vanmiddag terug naar Spanje. Er gaat veel gebeuren deze week. Dit is de woonkamer en daar sta ik met Wiepje. Zo schattig. Het is heel artistiek hier, want mijn oma houdt wel van gekke dingen. Nee, nou, weet je het zeker? Dankjewel. Wie was dit ook alweer? Toch wel, hè? Ja. De eerste man van, ja. Van oma die... Dus niet de opa, dus mijn overgroot. Opa. Ja, dit opa. Is jouw... Ja. Nee, jawel. Jawel. Ja, ja, ik zat te twijfelen. Ja. Jawel, het is hem wel. Nou, ik vind altijd dat Nick op hem lijkt. Ja, niet zeg. Hi oma. We gaan er alweer vandoor. Dag. Doei oma. Ik ben niet op de foto. Nee, je bent er al op. Nee, ik ben niet echt mooi. Ja, dat nou, weten we. Ik ben nu in het echt. Dat weten we. Dankjewel oma. Oké, dat weer. Tot de volgende keer. Doei. Doei. We hebben weer allemaal lekkers mee, want we kunnen hier nooit weg zonder dat oma iets meegeeft. Alles is alles mee. Ik moet weer naar huis rijden, want over 2 uur gaan we richting Schiphol. Oké, klaar om te vertrekken. En dit wilde ik in de vorige vlog eigenlijk nog een beetje toelichten, maar dat was ik weer vergeten. Op mijn kaft, of eigenlijk voor mijn kaft, had ik een toffe koffer nodig. En toen dacht ik meteen aan suit. Of sweet sweet, ik weet niet hoe je het zegt. Is het zoet of sweet, denk je? Ligt eraan of je het op het Frans... Sweet is zoet. Dus nee, zoet. Nee, maar je kan het ook op het Frans uitspreken, denk ik. Ja, ik denk geen Frans, maar dit is zoet. Dit is een zoet. Nou, anyway, ik moest meteen hier aan denken, want ik vind het geweldige koffers. Dus ik heb nu een samenwerking met ze. En tegen de tijd dat mijn cover uitkomt voor mijn boek, of niet, tegen de tijd dat mijn boek uitkomt, zullen jullie dat zien. Maar ik wil hem nog even laten zien, want ik ben er heel blij mee. Zo'n mooie kleur en ook van binnen is hij zo mooi. Dus ja, blij dat ik er eindelijk eentje heb. En ik ga dus nu richting het vliegveld. Ik zal even mijn outfit van vandaag laten zien. Later deze week doe ik een compleet lookboekje van nieuwe bestelling bij Naked. Maar daar zit deze rok dus in en deze trui. En ik vond die combi heel leuk. Met mijn gimpen. Echte herfstcombi. Oké, let's go. Mag ik weer rijden, hoorde ik je dat nou zeggen? Ja, jij mag rijden. Ik rij al de hele dag overal mee naartoe. Ja. Maakt niet uit, het is juist goed. Ben ik niet. Het is tijd om... Staat je goed, die koffer? Hij is een mooi koffertje. Hij is mooi, hè? Zo gaat het. Oh! Oh. Kwaliteitskoffertje. Ja, daar ben ik al lang achter. Misschien kun ik hem ook een keer lenen. Ja, tuurlijk. Nou, het waren weer fantastisch 5 mooie dagen. Dat is heel leuk. Was leuk, hè? Ja. Maar volgende week kom je weer. Kom jij daarna, hè? 9 dagen kom ik weer. Ja, ja. Lieve. Doei. Hey, doe je goed. Ja. Yes. Doei. Doei. Hallo. Hallo, we zijn weer thuis. Het is een enorme troep. Lini is ook weer blij dat ik thuis ben. En het leuke is, ik heb allemaal cadeautjes mee. Die ga ik even uitpakken voor jou. Ja. Kijk eens. Wat is dat? Wat is dat allemaal? Kijk, ik heb dit allemaal voor hem gehaald. En dat speeltje vindt hij geweldig. Komt van de Action vandaan. En die snoepjes ook. Hij weet niet hoe snel hij het moet wegschrokken. Hier.
Hi guys, een hele goede middag of eigenlijk alweer avond. Ik sta bij het punt om te gaan rennen, maar ik wilde jullie nog even spreken vandaag. Ten eerste heb ik heel erg leuk nieuws. Ik ben namelijk een podcast begonnen. Voor de podcastfans onder jullie, jullie kunnen me vinden onder Lekker Lauw op Spotify, Soundcloud, iTunes. En misschien dat er wel nog meer bij komt. Sowieso Soundcloud kun je gratis luisteren. Heb je geen account voor nodig. Ik zal alle linkjes even hieronder in de omschrijving zetten. Het idee is om daar wekelijks te gaan praten met jullie, te gaan kletsen. Maar ik heb er echt heel erg veel zin in. En jullie kunnen nu de pilots, dat is een soort van oefenepisode, vinden op dus alle kanalen die ik eerder heb genoemd. Dan wilde ik nog wat aanraden aan jullie, want ik verveelde me zo erg. Ik vind het zo erg altijd als ik met Ryanair vlieg en ze zetten me op gate M in Schiphol. Daar heb je gewoon niks. Geen winkels, je kan amper lopen. Super druk altijd. Ik moet altijd op de grond zitten als ik daar vlieg. En ik verveelde me gewoon zo erg toen ik naar Spanje kwam dat ik dacht, ik koop lekker een boek voor mezelf. En ik wil dit boek echt al super lang lezen, Sapiens. Ik ben nu 100 bladzijden verder en het is zo een dikke aanrader. Echt, als je een beetje van geschiedenis houdt, lezen. Heel leuk geschreven, super interessant. Ik lees allemaal nieuwe dingen en ik zou hem dus zeker aanraden. Oké, ik ga me omkleden en dan ga ik rennen. Dus, we zien elkaar zo. Tijd voor een warming-up. Het lijkt net of ik in mijn onderbroek ga rennen. Het is voor het eerst dit jaar dat ik een jasje aan doe. Wordt vandaag een beetje frisser. Hey guys, ik heb lekker mijn Malibu-trui aan. Gerend, 10 kilometer en het ging heel goed. Maar ik heb nu toch ineens iets raars. Ik sta te koken en ik denk nog bij mezelf, ik heb eigenlijk niet eens zo'n honger. Want ik had vlak voor mijn run nog een eiwitreep op. En ik begin ineens te trillen. Ik weet niet, ik voel me zo trillerig. Maar toen dacht ik, hoe kan dat nou? Want ik heb gewoon gegeten en echt veel gegeten de hele dag. En ineens bedenk ik me, volgens mij komt het omdat ik direct na het rennen een ijskoffie heb gekocht. En ik drink helemaal niet zo veel koffie. Maar nou, niet normaal. Ik begin helemaal te trillen en ik voel me super raar. Dus ik heb direct een stuk meloen afgesneden om te eten. Ik dacht dat het namelijk aan mijn suikerspiegel lag. Maar ik denk gewoon dat het door de koffie komt. Dit is wat ik ga eten na mijn run. Echt super lekker. Watermeloen, omdat ik dus echt gewoon snel iets naar binnen moest. Wat suiker. En ik heb een lekkere mollette van Antequera. Dat is een broodje. Met tomaat en tortilla. En Toon die is er niet vanavond, dus lekker een avondje voor mezelf. Oké, voor mezelf niet helemaal. Voor Lynn en voor mij. Een hele goede morgen. Welkom bij weer een gloednieuwe dag. Toon en ik lopen buiten. Oeh, wat een zon. En het is heel grappig, want we dachten van tevoren dat het warm zou zijn. Ik heb namelijk een trui aan en ik dacht echt dat ik het veel te heet zou hebben. Maar het is best wel fris. Je merkt wel dat het frisser wordt. Maar het is ook wel een keer tijd, hè? Hallo guys, Toon en ik hebben net geluncht. Potlach van zijn moeder. Hetzelfde als gisteren. Oh, ik vind het zo fijn als zijn moeder voor ons kookt. Ik wou dat dat elke dag kon. En ik ga nu even meelopen met Toon naar zijn werk. Want op een kilometer of 1,5 kilometer hier vandaan heb je zo'n heel leuk snoepwinkeltje. Of snoepwinkeltje, daar verkopen ze alle typische cakejes en snoepjes voor de kerstdagen. En die zijn er dus al. En die had ik al mee naar Nederland genomen, maar dat is helemaal opgegaan. Dus ik wil weer even die kant op om wat lekkers voor mezelf te halen. We hebben trouwens een enorm probleem, want het internet doet het niet. En ik heb alle kabels gecheckt en alles gecontroleerd. Nou, het werkt alsnog niet. We hebben uiteindelijk gebeld. Blijkt dat een van onze kabels het niet meer doet. En dat is zo'n hele lange kabel die door het hele huis gaat. En daar zit Lynn altijd mee te kloten. Dus ik ben bang dat Lynn hem heeft stuk gebeten. Morgen komt er iemand en wordt het als het goed is gefixt. Maar vandaag moet ik dus buiten huis werken. Zo kut. Ik sta nu in de Polvoron winkel. En je hebt hier zoveel keus, jongens. Het is altijd zo'n moeilijke keus. Maar mijn favoriet zijn over het algemeen deze hier.
En de Delicias vind ik altijd heel lekker. Dit is denk ik mijn ultieme favoriet. En dit zijn een soort van marsepeintjes. Dus die heb ik ook meegenomen. Maar zoals je ziet, heel veel keus. Dus ik ben goed geslaagd. Oh, wat heerlijk dit. Het erge is, Tony houdt hier dus helemaal niet zo van. Dus ik moet dit allemaal alleen opeten. Wil jij me helpen? Oh, is dat een ja? Snel weg. Sorry. Jongens, kennen jullie dit liedje? Oh mijn god, dit was mijn favoriete film heel mijn jeugd lang. Hij komt ineens op de radio. Love it! Never Ending Story. Hey guys, een hele goede morgen. Ik ben aan het wachten op de man van Vodafone die de kabel gaat vervangen. Oh, dan hebben we weer eindelijk internet. Maar ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk wel chill. Jongens, we hebben een nieuw koffiezetapparaat. Dat is altijd exciting, hè? Exciting. Lekker Engels lauw. We hadden eerst deze hier van Dolce Gusto. En die bewaren we ook nog zeker. Maar toen kwam er een hele mooie aanbieding langs. En dat was deze hele machine. Machine. En dat is natuurlijk iets betere kwaliteit koffie. Voor 50 euro, inclusief... ¿Cuántas cápsulas llevaba, Toon? 150 koffiecapsules. Dus we hadden het even berekend. En als we die hoeveelheid aan koffie voor onze Dolce Gusto zouden kopen, zou dat zelfs duurder zijn dan al die koffie met ons nieuwe koffiemachine. Dus dat was echt een hele mooie kans. En ik ben ook wel heel benieuwd naar de kwaliteit van de koffie. Want volgens mij smaakt dit veel beter. Dus we hebben hier de doos. Met echt super veel L'Or Espresso verpakkingen. En wat ook wel cool is, is dat we er twee tegelijk kunnen zetten. Dat konden we tot voorheen niet met die Dolce Gusto van Nescafé. Wat is er? Wat is er? Ik heb me omgekleed. Er staat namelijk weer een run op de planning. En ik heb hier zo geen zin in. Oh, jij ook niet, Penny. Echt zo erg, maar... ik ben dus ongesteld. En ik heb afgesproken met mijn vriendin om 5:30. Dus ik moet wel nu gaan, want ik weet van mezelf dat het nog erger is om te wachten. Want dan zit ik straks lekker aan een koffie en een taart met vriendinnen en dan weet ik dat ik er nog uit moet. Dus ik kan maar beter nu gaan. En dit is ook een mooie reminder voor jou. Wil je het nou uitstellen? Ga dan gewoon, want het is nog erger als je het uitstelt. En straks moet. Nou, let's go. Trouwens, nog maar 1 week. Het is vandaag donderdag. Oh, iets meer dan 1 week. En dan sta ik aan de start van de halve marathon van Taipei. Oh, ik ben benieuwd hoe dat me afgaat. Hi guys, ik kom net thuis van een werksessie. Ik had even buiten gewerkt omdat ik dat nodig had. En dat ging heel goed. En uiteindelijk heb ik niet met mijn vriendinnen afgesproken. Want ze voelden zich niet zo lekker. Dus dat gaan we morgen doen. En nu heb ik ze bij me thuis uitgenodigd. En dacht ik, het is wel leuk als ik wat bak. Maar toen bedacht ik me, oei, daar had ik geen rekening mee gehouden. Een van mijn vriendinnen is vegan. Dus ik denk, ik ga op zoek naar een lekker makkelijk recept. En toen kwam ik op een recept. Een soort van speculaas cake van de groene meisjes. Maar toen kwam ik er dus in de supermarkt achter dat het gewoon helemaal niet zo makkelijk was in Spanje. Kijk, Lynn even genieten. Omdat ik geen appelmoes kon vinden en geen speculaaskruiden. Dus ik heb moeten improviseren. Het enige wat ik kon vinden dat een beetje op appelmoes leek was babyvoeding. En het is 100% fruit. En dan een mix van banaan en appel. Dus ik dacht, nou ja, oké, daar moeten we het maar mee doen. En in plaats van speculaaskruiden heb ik gewoon lotuskoekjes gehaald. En daarvoor moest ik ook naar een andere winkel. Waar ze een soort van internationale producten verkopen. Omdat ze dit zelf niet in de supermarkt hadden. Maar ja, dan verkruimel ik die gewoon een beetje. En dan heb je toch nog dat effect. Dus het wordt een geïmproviseerde cake. Vrijdag. Oh, het is bijna weekend. Buenos días.
Io provando, madre mia. Ha ragione. Tony gaat naar zijn werk en ik loop even een stukje mee en dan kan hij een foto voor me maken. Maar Tony ziet er zo goed uit vandaag, mag ik dat even zeggen? Of mijn eigen vriend, oké? Okay. Kijk even hoe knap, hoe wappel in deze outfit. Hij lijkt net regelrecht gestapt uit de film Grease, maar dan in de moderne tijd. Het is gewoon een moderne John Travolta. Hij houdt niet van al die aan. Hey guys, ik heb dus wederom een nieuwe planner gekocht. En dit was het verhaal. Ik wacht dus eigenlijk op de planner van Structuur Junkie, van Cynthia. En dat ging een beetje... Weet je waarom het zo ongemakkelijk is? Omdat ik die planner heel graag wilde hebben. Maar het is een planner die alleen in Nederland verkocht wordt. Dus ik dacht, weet je wat, ik stuur Cynthia een berichtje. En ik vraag haar of het mogelijk is om hem naar Spanje te versturen. En daar reageerde ze heel leuk op. En toen was het van, weet je wat, ik stuur hem wel. Je krijgt hem van ons. Nou, had natuurlijk helemaal niet gehoeven, want ik had er ook voor willen betalen. Maar super lief, leuk gebaar. En dat is inmiddels al 2,5 maand terug. En toen heb ik er een paar weken terug een berichtje gestuurd van... Ik heb nog niks ontvangen. Even dubbel checken of het wel, weet ik veel, misschien is het wel bij een verkeerd adres aangekomen. En toen zei ze van, oh nee, ik ga checken, ik ga erachteraan. Maar ik heb dus nog steeds niks. En inmiddels heb ik echt een planner nodig. Want mijn leven is gewoon één grote chaos. Ik heb nu het kleine plannertje van de Flying Tiger. Maar daar kan ik per week alleen plannen. En dus geen maandoverzicht maken. Nou ja, ik heb dus een planner gekocht. Mocht de planner nou alsnog aankomen, dan kan ik gewoon verder in die van Cynthia en deze bewaren voor een andere keer. En komt hij nooit aan, dan ga ik gewoon lekker verder in deze tot hij op is. En dan koop ik die van Structuur Junkie. Dus heel lang verhaal. Dus ja, vandaar. Dit is de planner. Ik vind hem zelf echt geweldig. Die print is zo lauw. En hij kost ook maar een tientje in plaats van 20 euro. Dus dat vond ik heel goed te doen. En dit is hoe hij er van binnen uitziet. Dus dit zijn de weken. Maar je hebt ook direct een heel maandoverzicht. Dus het is een monthly planner, ik zei het weekly planner. En je hebt hier ruimte voor ideeën, voor notes, whatever you want, reminders, speciale data. Gewoon heel overzichtelijk. Het is tijd voor een naked shop vlogje. De volgende producten zijn gekregen. Het is geen betaalde samenwerking en ik heb wederom weer een kortingscode voor jullie. Deze keer 20 in plaats van 15%. Dus laten we snel beginnen. De linkjes vinden jullie zoals gewoonlijk weer hieronder in de omschrijving met de maten erbij. En dit is de eerste. Dat deze trui. Ik heb deze trui echt al 50.000 keer aangehad. Hij is super lekker warm. Hij heeft leuke pofmouwen zoals je kunt zien. En staat leuk op een spijkerbroek, op een gekke broek zoals ik nu aan heb. Ja, heel erg leuk. Volgende trui is een iets meer wolachtige trui. Ook met enorme pofmouwen. Oh, hij is zo leuk. Het is voor mij een beetje gek nu omdat het hier nog warm is. Maar in Nederland had ik ze gewoon al allemaal aan. Deze heeft langere mouwen dan die van net. Kijk maar. Die kan je er helemaal in verstoppen. En hij zit enorm comfortabel. Love deze kleur ook. De laatste trui van de reeks is hetzelfde model als de eerste trui. Oh, en trouwens, ik zie nu dat die ook hele lange mouwen heeft. Kijk maar. Maar omdat hij hier iets strakker zit... Meer. Hele leuke kleur. Zoals je kunt zien, ik vind echt dat dit soort truien gewoon overal bij passen. Of je nou eens een gekke broek aan hebt, een leuk rokje of een lange rok zoals jullie eerder in deze vlog hebben gezien. Of juist een gewone mom jeans, het past allemaal. Nog een trui. Nee, dit is een jurk. Oh, I love this. Met een mooie panty voor de winter. Hij komt tot... ongeveer net over de knieën, zoals je kunt zien. Het is wel een kriebeltrui, dus je moet er wel een hemdje of zo onder doen. Maar hij is super chic en echt comfortabeler vind je het niet. Vervolgens deze prachtige rok. Kijk even hoe mooi hij valt. Ik kreeg hier heel veel complimenten op. Ik heb hem in twee kleuren besteld. En ook dit is weer super leuk te combineren met zowel... T-shirt of juist weer lekker bollige truien. En dit is de tweede rok die ik dus in een andere kleur heb besteld. Dit is eigenlijk mijn favoriete kleur. Dan het één na laatste product. Ik ben hier zo blij mee. Nou, ik heb hem zo uit de koffer gehaald, dus hij is niet gestreken. Ik zal dan ook even die foto erbij voegen, zodat je ziet hoe die normaal hoort te zitten. Ik heb deze keer de XS besteld, want de pantalons van Naked
zijn volgens mij gemaakt voor iets meer heup en iets meer billen. En ik ben gewoon heel erg recht. Wat ik nu heb is dat hij hier eigenlijk om mijn middel te strak zit. Als ik veel eet, dan zit hij hier te strak. Maar dat hij nog steeds vrij wijd zit bij mijn billen, omdat ik gewoon niet zoveel billen heb. Maar de XS zit echt veel beter dan de S. Tadaa. Beetje bij de pijpen ook, zoals je kunt zien. En dit zou ik zelf combineren met een strak colletje of weer een trui. Nou, en dan last but not least een pantalon. Nette pantalon in het zwart. En deze zit echt perfect. Ik kan hier ook gewoon in squatten zonder dat ik eruit scheur. Deze is iets rechter, deze pantalon, zoals je kunt zien. Last but not least had ik nog een paar hele leuke laarsjes besteld. En die heb ik in Nederland laten liggen, maar die zal ik even hier toevoegen in de foto. Die passen ook echt super overal bij. En dat was hem voor deze keer. Dus ik hoop dat jullie er wat inspiratie uit hebben kunnen halen. Dus de code is Breien20. En bij deze gaan we de vlog alweer afsluiten. Maar eerst is het tijd voor Spaanse woord van de week. En het Spaanse woord van de week is moda, oftewel fashion, de mode. En het is la moda. Dus la moda. De fashion. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Doei doei!